We gaan vandaag poffertjes maken en niet met poedersuiker, maar met lekker kreeft. Nou, dan ga ik de kreeft koken. Ik heb een couille bouillon opgezet. Dat wil zeggen water, witte wijn, een beetje prei, een beetje kruiden. In ieder geval dat het goed sterk van smaak is. Dat hij in ieder geval wat smaak afgeeft aan de kreeft. Nou, en dan ongeveer een minuut of vier in de pan. En dan is het klaar. Dus koud spoelen en schoonmaken. Ik ga nu je poffertjesopslag maken. Je moet gewoon volgen wat op het... de verpakking staat en dan maak je een papje van. Zorg er in ieder geval voor dat er geen klontjes in zitten. En desnoods, als je dat er niet uit krijgt, dat je dan door een zeefje heen doet. Nou, dan doen wij wat maanzout bij. Peper en zout natuurlijk. Ik ga hem nu schoonmaken. Je breekt de pootjes. Pak een mes, je houdt hem in ieder geval zo beet. Dat als je hier zo slaat, dat je niet in de buurt van je duim slaat. Zo kan ik hem goed vasthouden. Als je hem nu maar een paar minuutjes gekookt hebt, dan is hij nog eigenlijk bijna tegen het rauwe aan. Je krijgt hem er wel uit, maar omdat je hem nu nog een keer gaat verwarmen, ja, wordt hij dus nog wat gaarder. En je wil niet een te gare kreeft hebben, want dan wordt hij zo droog. Ik kan eventueel aan de visboer vragen of ze misschien gekookte kreeft hebben liggen. Dan hoef je dit allemaal dus niet te doen. Nou, dan de kop gebruiken we helemaal niet. Dus we hebben eigenlijk alleen de staart nodig. Nou, de kop kan je gebruiken om soep op te zetten. In ieder geval dan moet je wel zijn ingewanden eruit halen. En de rest kan je allemaal lekker aanzetten met een beetje bouquet, een beetje cognac, witte wijn erop, een beetje tomatenpuree. Hartstikke lekker. Die kreeft die snijden we in kleine stukjes, want die willen we uiteindelijk in de poffertjes doen. Dan doen we een beetje crème fraîche, een beetje citroen, een beetje bieslook en een shallotje. Nou, even snipperen. En fraîche een beetje losroeren. Shallotje, bieslookje. En dat is die. Dan vet je hem een klein beetje in de pan. Nou, dan gaan we ze nu afmaken. Ik heb wat bieslookpaaltjes gesneden ook, om een beetje kleur eraan te krijgen. Nou, dit is hem dan. En wat willen we daarbij hebben? Daar willen we natuurlijk ook wat drinken bij hebben. Vandaag drinken we champagne bij de poffertjes. Je kan daar bijna elke champagne die lekker rijp is bij gebruiken. Vandaag ga ik proberen om met het zwaard te onthoofden. Gaan we even buiten kijken of me dat lukt. Proost. Proost. Wil je alles nog een keer nalezen? Kijk op de smaakpagina van Rijnmond.nl.